Wie heb je meegenomen? Ik heb ons Mona bij. En Mona is een golden retriever teefje dat ongeveer 8 jaar oud is. Ja, ze is tof en ze is keischoon en heel enthousiast, hè? Amai, ja, ze is een beetje opgewonden. Ja, maar dat begrijp ik ook. Komt ze vaak in een radiostudio, nee, toch? Nee, maar toen ik hier nog werkte in de radiostudio, had ik wel af en toe mijn honden bij, ja. Dat mag eigenlijk niet, hè? Dat mag niet, maar als het niet mag, dan doe ik het. Ja, je hebt groot gelijk. Zeg maar, Chris, hoe kan je eigenlijk de band met je honden het best omschrijven? Goh, ik probeer eigenlijk, en dat is ook de reden waarom ik het boek heb geschreven, ik probeer die hond zoveel mogelijk als hond te zien. Ja? En niet als wolf, dat is de ene kant van het spectrum, en zeker ook niet als mens, want dat is de andere kant. En dat tweede, een hond als mens zien, het Disney-verhaal, dat eindigt eigenlijk altijd slecht voor de hond. Want dan ga je de hond gevoelens toeschrijven die zij of hij helemaal niet kan hebben. Zoals bijvoorbeeld het schuldig kijken of zich schuldig voelen. Ja. Dat klopt helemaal niet. Maar vind je dan dat we honden te veel vermenselijken? Dat denk ik wel, ja. We zijn te vaak bezig met... Ja, je ziet het ook uitgedrukt in hoe we honden aankleden soms. Mm-hmm. Wat we honden allemaal geven. Kijk eens naar de voeding. Een hond kan tot de ontzetting van zijn baas zijn eigen braaksel opeten. Ja, daar zijn ze doen niet ze vies. Dat? Dat doen ze, ja. Ze eten ook af en toe een paardendrol. Dat is waar. Caprofagie heet dat met een moeilijk woord. En toch doen we er ons uiterste best aan om in dat menu van de hond dan dingen te steken die wij zogezegd lekker vinden. Ja. Ja, konijn of zo. Of wat weet ik allemaal. Dus we doen onze uiterste best om die maaltijd van de hond er zoveel mogelijk te doen uitzien als onze maaltijd. Wat volstrekt overbodig is. Een hond heeft een aantal voedingsbestanddelen nodig, maar hoe het eruit ziet, speelt helemaal geen rol. En zit dat ook in het gedrag, bijvoorbeeld, hoe dat wij dat interpreteren? Het kwispelen, de hond is blij. Ja, en dat is helemaal niet zo. Een hond kwispelt helemaal niet enkel als hij blij is. Als je een hoge, opstaande, stijve staart ziet die heel traag heen en weer gaat als een metronoom, dan zul je waarschijnlijk ook nog een aantal andere signalen zien, zoals opgetrokken lippen, vernauwde ogen. Oren plat, en dat kan allemaal wijzen op angst. En angst die kan uitmonden in agressie. Het interessantste is, Britt, dat honden zelfs, en dat weten we nog niet eens zo lang, dat weten we nog geen 5 jaar, dat ze zelfs anders kwispelen naar bekende of onbekende mensen. Dus een hond zal kwispelen naar zijn linkerkant of haar linkerkant als hij de baas ziet. Ja? En zal kwispelen naar de rechterkant als hij een onbekende hond of een onbekende mens ziet. Dus daar is een verschil. En dat weten we eigenlijk pas nadat we honden in een labo hebben gestopt en ze van aan de bovenkant hebben gefilmd. Dan is dat eigenlijk pas bovengekomen. En dat is wel kenmerkend. Dat is ook een van de redenen waarom ik het boek heb geschreven. Er is de jongste 15 jaar, zeg maar, zijn er enorm veel studies verschenen over de hond, waar er voor eigenlijk bijna nooit iets verscheen. Maar de jongste 15 jaar is enorm veel verschenen en hebben we eigenlijk enorm veel bijgeleerd over honden. Wat ze kunnen, wat ze niet kunnen. Een van de strafste dingen, vind ik, is hoe ze ons in de gaten houden. Het is bewezen dat honden naar ons gezicht kunnen kijken en kunnen zien of wij lachen of kwaad kijken. Maar ik heb het idee dat ze dat voelen. Als ik bijvoorbeeld tristig ben, mijn hond Puk voelt dat. Dan is ze veel kalmer. Is dat waar? Kan dat? Natuurlijk, maar dat ligt waarschijnlijk ook in de eerste plaats aan een verandering in jouw gedrag. Ja. Stel dat je thuis komt, Britt, en je bent aan het fluiten en je maakt een pirouette, want het was een topdag. Ja, dan gaat jouw hond ook opgewonden zijn, want hij ziet je een beetje anders doen. Als je daarentegen een beetje droevig bent, dan beweeg je misschien anders. Dan ruik je misschien zelfs anders, weet ik veel. Ja, hoe zit dat? Is het ruiken en het... Ook zo anders bij honden dan bij mensen? Natuurlijk, ja. De neus van de hond is echt een wonderbaarlijk instrument dat ons dagelijks doet de ogen opentrekken. Als je kijkt ook... In welke domeinen honden allemaal worden ingezet. Vroeger was dat een politiehond of een geleidehond. Mm-hmm. En dat was het zo een beetje. Maar nu heb je geur- en speurhonden in
alle mogelijke disciplines. Er zijn honden die in hotels werken om bedwansen op te sporen. Er zijn honden die kanker opsporen. Er zijn honden die cash opsporen. Er zijn honden die lijken opsporen, die levende mensen opsporen. Er zijn zelfs archeologiehonden. Je kunt het zo gek niet bedenken. Als het een geur heeft, dan kun je er een hond op trainen. En ja, dat is echt dat is heel boeiend om die evolutie te zien. Ja, het staat allemaal in je boek, Honden zoals ze echt zijn. Het is echt een heel leuk boek, maar wat ik frappant vind, wat daarin staat, is dat honden niet graag geknuffeld worden. Wel, ze worden wel graag gestreeld, maar ze worden niet graag vastgepakt. In de zin waarop wij iemand omarmen. Echt omhelzen. Dat vinden ze niet tof, want dan kunnen ze niet weg. En de vlucht- en vechtreflex is bij dieren altijd heel sterk aanwezig. En als je zo'n hond omarmt, dan kan hij niet meer weg. En dat vindt hij niet tof. Dan gaat hij... Je ziet dat ook vaak. Er is een heel mooi onderzoek over gedaan. Heel recent ook. En heel toevallig. Dat is een man die... foto's heeft vergeleken van een soort Instagram-achtige website. Flickr heet die bestaat al iets langer. En dat is een fotowebsite. En daar heeft hij lukrake mensen met een hond uitgepikt. En dan vooral mensen die hun hond vastpakten. En bijna al die honden, 90%, toonden uiterlijke tekenen van stress. Het is te zeggen, hun oren lagen plat, ze begonnen te hijgen. Sommige honden tonen het wit van hun ogen. Wat ook al wijst op interne spanningen. Dus ja, je moet eigenlijk, en dat is nog een reden waarom ik dat boek heb geschreven, je moet leren naar je hond kijken en leren interpreteren wat die allemaal uitstraalt, dan komt het nog veel beter dan het al was. Het is niet het typische hondenboek waarin je beschrijft hoe je je hond moet opvoeden. Absoluut het is geen niet. Hondenfluisteraarboek. Maar je beschrijft onder andere dat de hond eigenlijk afstamt van de wolf. Mm-hmm. En We wisten niet zozeer hoe dat is gegaan, maar en je kunt je afvragen, hoe komen we nu van zo'n wolf, van een gevaarlijk roofdier, naar een dier dat je, zoals ons Mona, overal kunt meenemen? Ja. Hoe zijn we daarin geslaagd? En hoe komt het ook dat honden aan de buitenkant toch redelijk verschillen van een wolf? Hoe komt het dat je hele kleine hondjes hebt en hele grote? Hoe komt het dat je normale hondjes hebt tussen aanhalingstekens en van die lange, zoals een tekkel? Hoe komen ze aan de vlekken? Hoe komen ze aan die flapperoortjes? En er is in de jaren 50 van... vorige eeuw is daar een prachtig experiment rondgevoerd in Siberië, in Rusland. Een experiment dat eigenlijk nauwelijks bekend is, maar dat echt super fascinerend is, Britt. En dat was een meneer en hij vroeg zich af, hoe hebben we dat gedaan? Weet je wat, dacht hij, ik ga dat eens proberen. Ik ga zelf eens een dier in mijn eentje proberen te domesticeren. En hij koos voor de zilvervos. En de zilvervos is eigenlijk een rode vos die er zilver uitziet. Ja? Ja. En die worden gekeurd. Weekt voor de bondhandel. Ja. En hij dacht, weet je wat, ik zal proberen een hond te domesticeren zonder die aan te raken. Ja? Hij koos de meest tamme vossen, koos hij eruit. Het is te zeggen, vossen die, als hij zijn hand in de kooi stak, niet meteen wegliepen of hem beten. Dus vosjes die voorzichtig dichterbij kwamen, die gebruikte hij. En na ongeveer 10 jaar, en dat is niet zo eens zo lang, dat is eigenlijk 10 generaties, ja, want een vos wordt redelijk snel vruchtbaar. Na 10 jaar begon er aan die vossen van alles te veranderen. Van alles dat niet bedoeld was, van alles dat meekwam met het selecteren op tamheid. Die hun oortjes begonnen plat te vallen, hun staart begon te krullen, ze begonnen vlekjes te krijgen. Maar hij raakte ze niet aan, of nauwelijks? Hij raakte ze niet aan. En zo kon hij tonen dat je door te selecteren enkel op tamheid, en dus dat is, wat is tamheid? Dat is niet aanvallen en niet vluchten. Daar zijn we weer, die vluchtreflex en die aanvalsreflex. Dat is minder... Ja, dat zijn hormonen die door je lijf vliegen natuurlijk. Die adrenaline bijvoorbeeld. Als je minder adrenaline produceert, dan verandert er lichamelijk iets. Dus je ziet eigenlijk, doordat je aan die tamheid begint te sleutelen, zit je ongewild in die genetische soep te roeren, waardoor er van alles boven komt dat je niet had gepland. Zoals bijvoorbeeld die flapoortjes. Als je kijkt naar alle wilde hondachtigen, die hebben allemaal, de volwassen exemplaren, die hebben allemaal rechtopstaande oren. Maar alle pups van wilde hondachtigen, dus wolven, vossen, noem maar op, jakhalzen, alle pups daarvan, die hebben allemaal
allemaal flapoortjes. En dus door het te selecteren op tamheid, kom je ertoe dat sommige hondjes, en dat zie je vandaag, niet alle honden hebben het zo, maar sommige hondjes hebben gewoon flaporen, ja. Zoals de Golden Retriever. Ja? En dat maakt het natuurlijk heel interessant. En het straffe is van die kerel, die zijn onderzoek, het loopt nog altijd in Siberië. Hij verdient daar eigenlijk de Nobelprijs voor, want hij heeft aangetoond hoe je een dier kunt domesticeren. En het meest interessante is dat hij eigenlijk aantoont wat ik naar voren breng als theorie over hoe het is gegaan, de domesticatie van de hond. En het tijdstip alleen al, Brit, is duizelingwekkend, want het is ongeveer 36.000 jaar geleden gebeurd. En dat is ver voor eender welk tijdsframe dat in ons hoofd zit. Het is het moment waarop wij als Homo sapiens de Neandertaler verdrijven. Dat is, ja? Ongelooflijk. Dat is echt bijna onvoorstelbaar, dat tijdstip. En de theorie luidt als volgt. Vroeger leerden wij dat we waarschijnlijk een wolvenwelp uit het nest hadden gestolen. Ja. Om daar dan mee te kweken. Maar dat is bijna onmogelijk om het te doen. Want als je dat wil doen, zo'n welpje stelen, dan moet je dat op de 12e dag doen. Niet op de 11e en niet op de 13e. Op de 12e, op het moment dat zijn ogen en oren opengaan. En dan moet je ervoor zorgen dat je die wolf bij jou hebt. En dan moet je er dag en nacht mee bezig zijn. Je hebt er ongeveer een week voor. Ja, want een week later krijgt zo'n wolvenwelpje schrik van vreemde geluiden en van vreemde dieren of vreemde mensen. Dus je hebt daar exact een week voor. En dan moet je er ook voor zorgen, er is nog een bijkomende en bijna een onoverkomelijk probleem. Stel nu dat je al één wolvenwelpje hebt getemd. Je hebt een mannetje getemd en het jaar daarop tem je een vrouwtje. Ja? Ja? Dan moet je dat vrouwtje 2 jaar bijhouden, want het duurt 2 jaar voor een wolvin vruchtbaar wordt. Hoe zouden we dat 36.000 jaar geleden hebben aangepakt? We waren toen nog jagers-verzamelaars. We moesten elke dag verkassen, of het scheelt niet veel. Ja. Hoe zouden we die wolf hebben bijgehouden? Hadden we een pleistocene leiband misschien? En een pleistocene wolvenhokje? Want iedereen ook die wolven houdt, zal je vertellen van als ze nog maar de kans krijgen om weg te lopen, dan zijn ze weg. En nu zit Mona hier bij ons in de studio. Nu zit ze hier braaf bij ons in de studio. En dus is de theorie, en die vind ik veel interessanter, dat eigenlijk de wolf naar ons is gekomen. En dat die theorie is helemaal niet van de pot gerukt als je kijkt naar wat er nu gebeurt in Brussel, hier vlakbij. De VRT heeft zijn eigen vos. Klopt, die zijn heel tam. Is er iemand op de VRT die een vosje heeft gepakt op zijn 12e dag om het tam te maken? Nee, die vossen komen naar ons. Waarom komen ze naar ons? Omdat ze weten dat hier voedsel ligt. Ja. Ja, hier is van alles te rapen. Hier is misschien ook wel wat ongedierte. Dus de minst schuwe vosjes, die durven naar de stad komen. En het zou een heel tof experiment zijn om over 15, 20 jaar eens te kijken naar de oortjes van de vossen. Het zou me niet verwonderen dat de stadsvossen over 20 generaties flapoortjes krijgen, krulstaarten en vlekjes in de vacht. Stel je voor, het staat ook allemaal in je boek Honden zoals ze echt zijn. Het is uitgegeven bij Borghoff en Lambrechts. Chris en Mona, waar is ze eigenlijk? Ze is gaan liggen, ja. Maar ik zal ze bij jou laten. Oh, wil je? Nee, ik zal ze terug meenemen. Maar toch, bedankt voor jullie komst. De Madame. Radio 2.